Oeh, Bibi, ik heb je favoriete taart meegenomen. Yay, lekker! Vers gebakken. Meteen met de deur in huis te vallen. Van wie of wat krijg jij vlekken in je nek? Vlekken in mijn nek? Nou, ik heb dat niet zo heel snel, maar ik kreeg wel vlekken in mijn bek van mijn bevalling. Het was helemaal gebeurd, want ik keek in de spiegel. En toen had ik allemaal een soort van rode bloeduitstorting in mijn gezicht. Wordt hier gekookt? En wie kookt er van jullie, Willem of jij? Er wordt hier thuis wel gekookt. Ik moet zeggen dat ik minder kook dan Willem. Want hij vindt het gewoon heel leuk om dingen uit te zoeken en zo. En hij kan heel goed Indisch eten maken. En gaat het koken altijd even vlekkeloos? Nou, eigenlijk gaat niks vlekkeloos hier in huis. En dat vind ik ook saai. Deze foto is gewoon precies wat onze levensstijl hier omschrijft. Gewoon altijd vlekken aan de muur, pindakaas in mijn haar. Dan komt er weer een hond binnen die heeft wat gevangen. Het is gewoon een raar huishouden wat wij hier hebben. Bibi, kom je uit een kleurrijke familie? Ik kom uit een hele kleurrijke familie. Ik ben zelfs geboren met een blauwe vlek boven mijn reet. Hè? Wat betekent dat dan? Ja, dat betekent dat je Indische roots hebt. Dus eigenlijk alle gemengdbloedigen, tenminste wat ik ken van mijn Indische familie, die zijn geboren met een blauwe vlek boven hun bil, mijn dochter ook. En dat is zo bizar. Als je gewoon Indische roots hebt, dan noemen ze je ook wel een blauwe. Willem noemt me ook altijd jij blauwe kabouter. Er wordt natuurlijk best wel eens vuile was over jullie buiten gehangen. Ja. Waar heb je het meeste last van gehad? Last van gehad? Nou, ik vond het wel lastig in de tijd dat ik een burn-out had. En toen was ik net met Willem. Toen was er wel heel veel haat online. En in de media, dat ik een golddigger ben en weet ik het wat allemaal. Maar als het over jezelf gaat of over je partner, dan boeit het eigenlijk niet zo erg. Maar het moment dat je moeder wordt en dat ze over je kind gaan beginnen, ja, dan word je gewoon gek. Bibi, heb je wel eens de neiging gehad om iemand bont en blauw te slaan? Bont en blauw te slaan? Oh ja, vaak. Ja, ik heb wel eens die neiging gehad, maar dat heb ik wel een beetje losgelaten hoor. Dat Haagse, die Haagse mentaliteit. Oeh. Heb je wel eens een gênante blackout gehad? Ja. Moet ik erover vertellen? Ja. Oh. Ik heb ooit een keer meegedaan aan lingo. En ik kan je een advies geven. Doe niet mee aan lingo. Toen spelde ik dus draaien met een J. Draaien, D-R-A-A-J-E-N. En toen zei ik alleen maar weer, oh, kut, 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 kut. En toen zei ze, nou, wat zeg je nou allemaal? Ja, dat was echt verschrikkelijk. Wie was je partner daar? Ik deed mee met Jokertje. Jokertje, je weet toch wel? Blond haar, strak lijfje, lekker lage make-up erop. Die. Wat is de grootste smet of vlek op je carrière? Daarover gesproken. Dat is ook gelijk de grootste vlek, smek, smak, mek over mijn hele carrière. Oh, Gerson. Tuurlijk hebben heel veel mensen daardoor vooroordelen over me. Maar ik heb ook gewoon geleerd om niet zo in het leven te staan als die mensen die dat hebben. Heb je wel eens zonder dat je het wist met een rare vlek rondgelopen? Mijn hele leven is nu gewoon een en al een vlek met een kind. Ik heb gewoon hier altijd snot en... Dat is gewoon, en hier altijd chocola en ja, ik ga gewoon, ik sta op met het idee van nou, het maakt niet meer uit wat ik aantrek, want het wordt toch vies. Dus dat is gewoon mijn levensmotto. Hoe lang zijn jij en Waylon al samen? Wij zijn nu bijna 4 jaar. 4 jaar. En heb je hem wel eens van top tot teen bevlekt met make-up? Make-up? Nee, Teddy wel, die heeft hem laatst opgemaakt. Dat was heel leuk, allemaal mascara op zijn buik en op zijn borsthaar. Je hebt hier allemaal mooie kledingstukken hangen. Ja. Op welk kledingstuk zou je echt balen als daar een vlek op komt? Ik heb laatst iets gekregen voor mijn verjaardag van Willem. Deze. En die is wel echt, als hier iets op komt, dan zou ik dat heel erg vinden voor hem. Voor mezelf dus ook. Kleine wasjes, grote wasjes, stopt in de wasmachine. Bibi, ik heb 3 enveloppen in de wasmachine gelegd voor je. Oh ja? 1 met koude wasvragen, 1 ja? met warme wasvragen en 1 met hete wasvragen. En hoe heter de was, hoe spannender de vragen. Oké.
Nou, ik ga voor lekker pittig, want ik hou van pittig. Welke eigenschappen of zonden van jezelf zou je het liefst willen wegwassen? Ik ben echt super chaotisch en ik raak altijd alles kwijt. Dat is wel iets waar ik elke dag wel tegenaan loop. Welke eigenschappen of zonden van Waylon zou je het liefst willen wegwassen? Ik heb dat nog niet echt met hem. Misschien als we echt heel lang samen zijn en getrouwd. Als je niet met Waylon zou zijn, met wie zou je dan wel eens samen een wasje willen draaien? Ja, ik vond vroeger bijvoorbeeld Ryan Gosling. Was ik helemaal verliefd op toen ik op de middelbare school zat. Welke hardnekkige vlek krijg jij niet uit je leven? Dus welke situatie blijft je maar achtervolgen? Toch wel de vooroordelen die je hebt en meedraagt als je hebt meegedaan aan een realityprogramma. Maar ik denk dat het ook meer mijn eigen hoofd afspeelt dan dat ik daar nog echt ongemakken aan ervaar nu. Weg met de vlekjes! Bibi, stel het vlekkeloze leven bestaat. Hoe ziet dat er dan uit voor jou? Vlekkeloos leven is voor mij toch wel dat alle kleuren met elkaar kunnen leven. Want ik vind in deze tijd is er zoveel... ik wil niet zeggen gezeur, want dat klinkt oneerbiedig. Maar er wordt alleen maar gezocht naar de verschillen tussen ons. En dat is iets wat me wel bezighoudt. En wat me echt wel pijn doet als ik zie wat iedereen elkaar aandoet hier. Nou, dankjewel voor dit vlekkeloze gesprek. Heb jij nou ook een heel gênant vlekverhaal? En durf je dat met mij te delen en de rest van de wereld? Kijk dan hieronder hoe je mee kunt doen. En dan kan je een jaar lang gratis persol winnen. Dus dan heb je ook een vlekkeloos leven.